Ik wil nu graag de beide sprekers de gelegenheid geven hun punt te maken. De eerste spreker is professor Ton Dietz. Hij is hoogleraar sociale geografie hier in Amsterdam en werkt heel lang, vanaf 1976 geloof ik. Heeft de universiteit heel goed leren kennen. Hij is inderdaad hoogleraar sociale geografie, maar zijn specialiteit is mondiale en milieuvraagstukken. Hij doet dat als onderdeel van een research institute voor global issues and development studies, maar hij doet ook veel met de onderzoeksschool, zeg ik het goed, CERES, waarin hij vooral betrokken is geweest bij een evaluatiesysteem. Dat wil zeggen, toch de praktische problemen van het evalueren en het ordenen van hele verschillende vakgebieden heeft moeten confronteren. En ik wil graag hem uitnodigen de eerste bijdrage aan deze discussie te leveren. Dankjewel. Sinds 5 jaar mag ik leiding geven aan die onderzoeksschool CERES. En daar zal ik iets over vertellen. Ook wel de moeilijkheden die wij hebben proberen te overwinnen, maar dan komen er ook weer allerlei nieuwe moeilijkheden op. Ook daarvan wil ik jullie iets vertellen. Sociale geografie wordt door de wat softere sociale wetenschappen vaak gezien als een meten is weten vak. Sommigen zeggen als het beweegt, dan tellen ze het. En als het stilstaat, dan interviewen ze het. Dat is sociale geografie. Ik hoop dat het meer is dan dat. Maar het is niet zo vreemd dat het geografen zijn die met name in de veel bredere onderzoeksschool CERES de leiding hebben genomen over dit proces. Het is een landelijk dekkende onderzoeksschool, Utrecht Centrum, bestaat sinds 1992, zoals veel van die onderzoeksscholen. 3 KNW-herkenningen, heel multidisciplinair. Je ziet hier ook de breedte van de verschillende vakgebieden. Weliswaar voornamelijk binnen de sociale wetenschap, met een paar randjes eromheen. Het is een hele grote onderzoeksschool. Het is een school die initiatieven heeft genomen sinds 2 jaar om transacademisch te worden. Een groot netwerk van praktijkmensen en beleidsmensen om zich heen verzameld heeft. En een hele grote goede band met een Europees netwerk. Binnen CERES werden we geconfronteerd met het feit dat onderzoeksscholen allemaal een rol moeten spelen op het gebied van kwaliteitsbevordering. Althans, dat was sterk het idee toen die onderzoeksscholen opkwamen. En CERES had als probleem dat er zo'n grote disciplinaire breedte was, van economen tot antropologen, dat het moeilijk was, maar wel noodzakelijk was om tot een gemeenschappelijk systeem te komen. We zijn een systeem overeengekomen in 2003. Dat is nu toe aan een evaluatie. Het systeem is inmiddels ook Europees in gebruik. En het jaarlijks wordt er door een commissie gewerkt aan het updaten van het systeem. En steeds meer onderzoeksscholen nemen daar op het ogenblik aan deel. De kern is dat we beginnen te kijken naar hoeveel input gaat er nou eigenlijk in onderzoek. Hoeveel arbeidstijd. En dat meten we in eenheden van 100 uur. En vervolgens wordt gekeken wat voor output komt er nou uit. En dat meet je breed. En per type output geef je daar zogenaamde CERES-eenheden aan. Eigenlijk heel simpel. Wat mag je nou eigenlijk verwachten van een wetenschapper dat hij of zij doet in 100 uur? De publicaties worden in 5 klassen ingedeeld, van A tot en met E. Maar er worden ook succesvolle promoties meegeteld. Er worden rapporten voor opdrachtgevers meegeteld. En er worden overige prestaties meegeteld. De kern, en waar we het ook snel over eens waren, was wat we doen met tijdschriften. De A- en B-tijdschriften zitten in het ISI-systeem. Maar wel een verschil tussen A en B gebaseerd op citatiescores. Domein specifiek. En wij werken met 8 domeinen. In het stukje wat u allemaal voor u heeft, ziet u die 8 domeinen op de eerste bladzijde vermeld. We geven niet easy, maar wel gerefereerde tijdschriften, dat zijn er talloze, geven wij een C-score. We geven niet gerefereerde wetenschappelijke tijdschriften, dat zijn er nog veel meer, geven we een D-score. En we geven tijdschriften die zich niet vooral op wetenschappers richten, maar een breder publiek bedienen, geven we een E-score. Veel moeilijker is het met de boeken, want er bestaat helemaal niet een systeem voor boeken bij ISI of ergens anders. En bij ISI of bij boeken hebben wij een eigen indeling gemaakt, dezelfde A, B, C, D, E, op basis van het prestige van uitgevers. Hoe wordt het gebruikt? Het wordt gebruikt om
een oordeel te vellen over de productiviteit. Daarbij tel je eigenlijk alle productiesoorten op en die deel je door de ureninput. We gebruiken het als een basis voor kwaliteitsmeting. Daar hebben we het vooral vandaag over. Dat is een deel van de publicaties, ook gedeeld door de ureninput. Je kan het gebruiken voor maatschappelijke relevantiemeting. We gebruiken het massaal, moet ik zeggen, en ook in steeds grotere mate als basis voor individuele prestatieprofielen. Het geeft een dynamisch inzicht. We kunnen inmiddels 14 jaar teruggaan in de prestaties per individu, per groep, per discipline, voor de school als geheel. En het is een basis voor de accreditatie, voor zelfevaluaties, voor visitaties en voor benoemingen. Goed, dat gezegd zijnde, wat zijn nou de issues waar we mee geconfronteerd worden? En waar we in deze evaluatie die nu gaat komen en waar eigenlijk alle onderzoeksscholen in de sociale wetenschappen bij worden uitgenodigd. Wat zijn nou de dingen waar je mee zit? De eerste input. Als je die alleen maar baseert op een formele ureninschatting, dan kijk je niet naar wat economen belangrijk vinden, of onderzoekseconomen, namelijk hoeveel geld gaat er nou eigenlijk in. En je kijkt ook niet naar de feitelijke ureninput. Dan wat betreft de output. Dat is het uitgangspunt van het systeem, maar sommige mensen zeggen ja, maar je moet veel verder kijken. Als je evalueert, heb je te maken met een trits van input via output naar effect, naar impact. En effect dat je sorteert, kan je op allerlei manieren meten. Daarin wordt als een soort heilig iets de citaties gehanteerd, maar je kan natuurlijk ook op hele andere dingen letten. Hoe let je bijvoorbeeld op het gebruik dat er van wetenschappelijke producten gemaakt wordt binnen het onderwijs of binnen het academische onderwijs? Hoe let je op het effect dat het naar de policymakers heeft, naar de beleidsmensen heeft? Wat doe je met policy briefs? Hoe meet je nu het effect via de media? En dan een belangrijk item op het ogenblik op de agenda van dit kabinet, maar ook van NWO, is hoe ga je om met de zogenaamde valorisatie door onder andere het bedrijfsleven? Hoe verdien je er geld aan? De impact is nog een stap verder, want NWO zegt wel science for impact op het ogenblik, maar hoeveel tijd mag er eigenlijk overheen gaan voor je impact maatschappelijk of wetenschappelijk kan meten? Moet iemand eigenlijk dood en begraven zijn voor je kan zeggen dit was een goede wetenschapper? Iedereen heeft het nu over science-society interface. Het kabinet heeft het er ook over, NWO heeft het erover. Hoe is dat meetbaar? En tot op welk ruimtelijk schaalniveau? Wij zijn een mondiale school die zich bezighoudt met ontwikkelingsvraagstukken. Als iets effect heeft in Amerika, maar totaal onbekend is in Kenia, heeft het dan effect in maatschappelijk opzicht? Dan wat meer in de diepte. We hebben gezegd dat we de differentiatie aan de top wat betreft tijdschriften baseren op de ISI tijdschriftenlijst. En wij differentiëren dan A van B. En A zijn alles wat binnen een domein, een wetenschapsdomein, de top 1/3 van de citatiescores is. Dat wordt eerlijk ervaren. Bijvoorbeeld om een A te krijgen bij antropologie, dus om binnen dat domein tot de hoogste 1/3 te horen, moet je een citatiescore van 0,7 hebben als tijdschrift. Bij economie is het 1,3. Ik heb mij laten vertellen dat de farmacologen, dat die eigenlijk in hun jaarverslagen niet eens iets opnemen van onder de 3. Dat als irrelevant wordt beschouwd. Wat onze vakken betreft is er nauwelijks een tijdschrift met een citatiescore van meer dan 3. Dus dan zit je onmiddellijk met een probleem. Dan is de vraag, die subdomeinen, die 8 subdomeinen, is dat nou eerlijk hoe we dat doen? Wat doe je met de kleine disciplines, bijvoorbeeld een vak als demografie? Wat doe je met nieuwe tijdschriften? Komen die snel genoeg in je systeem? Veel moeilijker is het met uitgevers. Wat wij doen is dat we een brede groep mensen, dat is inmiddels Europees, laten meebeslissen over de scores, over de prestiges van boekuitgevers. Maar dat geeft toch nog een bias. Het is opvallend hoe vaak ook allerlei Nederlanders en andere Europese wetenschappers dan onmiddellijk aankomen in een lijst van Amerikaanse uitgevers. En dat er nauwelijks een Duitse uitgever in voorkomt, om maar wat te noemen. Dus daar zit je met een probleem. Laat staan een uitgever die zijn basis heeft in Nairobi of in Manila of in een grote stad in Zuid-Amerika.
Wij zitten met het grote probleem. Moet je nou uitgevers als uitgever nemen? Moet je nou Elsevier nemen als Elsevier? Of moet je naar al die reeksen kijken van ze? En moet je daarin differentiëren? Dat is een hel van een klus. Derde probleem. Eigenlijk al prachtig geïllustreerd net. In onze wereld zijn er disciplines, bijvoorbeeld antropologie, die het een schande vinden als je publiceert samen met een ander. En al helemaal als je dat doet samen met je promovendus, dat is diefstal. Ja? In onze kring begint het geaccepteerd te raken dat je met 3-4 mensen publiceert. En een enkeling die het met 10 doet, daar wordt enorm wordt daarvan gedacht, nou, daar kan niks wezen. Ik heb net gezien dat er gevallen zijn, ik ken ze natuurlijk ook, van enorme lijsten deelnemers aan publicaties. Wat doe je met die massa-auteurpublicaties? Het Tinbergen Instituut, hier bekend, economen, die hebben een enorm gedetailleerd systeem opgebouwd. Van als je met z'n 13e publiceert, krijg je iets minder punten dan als je het met z'n 11e doet. Nou, wij gaan zover niet, maar we hebben hier wel een probleem. PhD-promoters krijgen bij ons credits, maar wat doe je dan met teams? Als 3-4 mensen samenwerken. Vierde, ik heb er 5. Vierde groep issues, wat mag je nou eigenlijk als minimumprestatie van een wetenschapper verwachten? Wij zeggen dat moet je natuurlijk nooit doen door alleen maar naar het laatste jaar te kijken. Je moet altijd kijken naar de laatste 5 jaar. Je moet werken, wij werken met een productiviteitsminimum van wat wij noemen 15 CERES credits. Je kunt het allemaal lezen hoe we dat berekenen. Per FTE onderzoekstijd, per fulltime equivalent. En een kwaliteitsnorm van 10. Komt een beetje neer op dat je als wetenschapper met een dag in de week onderzoekstijd toch wel 1 keer per jaar een tijdschrift in een gerefereerd of een publicatie in een gerefereerd tijdschrift moet hebben. Het wordt door onze senioren als billijk maar zwaar ervaren. En elk jaar zijn er zo'n 10% van de mensen in de school die eigenlijk onder de norm zitten. Voor postdocs is het een norm die als absoluut onbillijk wordt ervaren. De meeste postdocs die 3-4 jaar aan het werk zijn of 2-3 jaar aan het werk zijn, komen nooit aan die score. Wat doe je dan? En promovendi, daar moet je helemaal een aparte manier van kijken, ontwikkelen. Bij promovendi zit je natuurlijk ook met een grote verschil tussen disciplines. In sommige disciplines is het volkomen normaal dat een proefschrift bestaat uit 5 publicaties die je samen met nog 3 anderen hebt gepubliceerd. Of nog veel meer anderen. In de antropologie is dat absoluut een schande als je dat doet. Dus dan zit je al, hoe vergelijk je die dingen? Binnen MAGW, voor wie het NWO-afkortingen kent, en dat komt straks ook wel door, de psychologen die daar de dienst uit maken, die hebben een cultuur waarbij groepspublicaties en promoties op artikelen heel normaal is. En die moeten dan geld toedelen in dezelfde club mensen waar ook die antropologencultuur heerst, waarbij dit absoluut not done is. Dan als laatste 2 punten. Er komt natuurlijk iets op ons af. En dat is in de wereld buiten de wetenschap al heel ver aan het gaan. Het komt nu ook rap op de wetenschap af. Wat doe je met virtual collective writing? Iedereen die een beetje weet hoe het in de IPCC is gegaan, ik heb er ook in gezeten, dus de Impact of Climate Change, de Intergovernmental Panel on Climate Change, die weet hoe dat gaat. Je bent met eigenlijk duizenden mensen ben je een stuk aan het schrijven. Nou, hoe ga je daarmee om in termen van het is zeer prestigieus als je dat doet. Maar hoe meet je dat nou? Ook wat doe je met elektronische prepublicaties die er steeds meer komen? Mensen die op hun persoonlijke website allerlei dingen zetten die nog lang niet gepubliceerd zijn. Wat doe je met heel veel corporate products, anonieme corporate products? En naarmate wetenschappers meer met het bedrijfsleven doen, zitten ze ook vast aan culturen van dat bedrijfsleven op dit punt. Het geeft grote controversies binnen NWO op dit moment. En dan tenslotte, hoe ga je nou om met mediazichtbaarheid? Hoe ga je om met internetzichtbaarheid? Moeten we inderdaad allemaal Google Scholar gaan gebruiken en niet langer Easy? En wat zegt Google Scholar dan over zichtbaarheid? En hoe ga je om met hele andere soorten publicaties? Met video's, met hele andere manieren van kennis dissemineren, zoals dat zo mooi heet. Nou, dat zijn vragen waar wij eigenlijk nog weinig antwoorden op hebben. Waarvan ik weet dat in een aantal wetenschapsgebieden, communicatiewetenschap is daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van, erg over wordt nagedacht. En we gaan de komende maanden in de brede groep van CERES-wetenschappers gaan we die discussie
weer voeren. En dat zijn zeer emotionele discussies en het zijn vaak ook zeer politieke discussies. Dankjewel voor deze hele heldere uiteenzetting. Ik geef geen cijfer, maar... dit denk ik is een heel mooi om een voorbeeld te zien van een dappere poging om al deze aspecten op papier te krijgen. De tweede voordracht vandaag is van de heer Loet Leidersdorf. Ik zet hem eventjes aan. Dan ruilen wij even. Iemand die dit onderwerp als geen ander kent en tot zijn wetenschappelijke interesse heeft gemaakt. Heer Leidersdorf is, als ik goed heb, afkomstig uit de biochemie oorspronkelijk. Kent die cultuur dus goed, maar heeft eindelijk de overstap gemaakt naar de sociale wetenschappen. En, werkt al heel snel hoor. Al heel snel, ja. En uiteindelijk in de wetenschapsdynamica terechtgekomen, waar hij een grote staat van dienst heeft opgebouwd rond het thema wetenschappelijke communicatie en ook alle meetbare aspecten daarvan. En ik ben heel erg benieuwd wat zijn bijdrage is aan de discussie. Dankjewel voor de introductie. Ik ben hier verzeild geraakt vanuit dat ik gevraagd was om te commentariëren op anderen. En toen geleidelijk aan werd het toch een inleiding houden. En ik moet daarbij aantekenen dat ik meten van kwaliteit van wetenschap niet echt centraal... Wij hebben eigenlijk een soort afspraak dat dat in Leiden gebeurt. Laat ik het zomaar zeggen. Maar we zitten wel in hetzelfde vakgebied. En wat ik dus wil gaan doen het komende kwartier is op drie punten ingaan. Op de vraag, als we het hebben over kwaliteit van weten, kwaliteit meten, waarvan meten we de kwaliteit? Ik wil wat zeggen over methodologische problemen. En ten derde wil ik iets zeggen over wie evalueert de evaluatoren. En ik heb daar een mooie Latijnse zin bij gevonden, quis custodiet custodes, en sommigen zullen dat nog zich herinneren. De kwaliteit op zich, ik denk dat dat een hele centrale is, dat je moet afvragen of je geïnteresseerd bent in de kwaliteit van mensen, van groepen van mensen, instituten, onderzoeksscholen, van teksten, van bundels, van tijdschriften, van de inhoud. Ja? Is een kennisclaim de moeite waard? Is een theorie de moeite waard? Is een vernieuwing de moeite waard? En u kunt zien, dat hoeft niet één op één op elkaar te correleren. En zoals we dat traditioneel overdenken, hebben we de internationale wetenschapsontwikkeling, die is inhoudelijk, en Popper noemt dat de context of justification. En je hebt het lokaal wetenschapsbedrijf, en daar spelen heel andere randvoorwaarden dan de context of discovery, en daar mogen ook hele andere dingen. En daar is dus ook een andere kwaliteitsmaatstaf in het spel. Daartussen is verkeer tussen die twee. En ik heb daar wat woorden bij gezet, je kunt ook andere woorden gebruiken. En dit verkeer, dat wordt gemedieerd door teksten. Ja? En die teksten die worden min of meer gecodificeerd in tijdschriften. Die worden redacteuren, referieprocessen enzovoorts enzovoorts. En nu lijkt het een multilevel probleem. En ik ga u niet vermoeien met al de details. Maar eigenlijk zijn dat drie hele verschillende dimensies. En je zou het dus zo uit moeten zetten. En dan krijg je dus ook hele andere vakgebieden die daarbij horen. Je krijgt dan tussen ideeën en mensen dat er wetenschapssociologie wordt gedaan. Tussen teksten en mensen en instituten de scientometrie. En daar hebben we het vandaag vooral over. En er is ook nog een heel gebied waarbij mensen uit de relatie tussen ideeën en teksten. En u begrijpt dat in al die vakgebieden op een andere manier naar wat is belangrijk wordt gekeken. Omdat de vraagstellingen anders zijn. Je krijgt dus een andere theoretische focus. Of epistemologisch object, of hoe je het wil noemen. En ik had gehoopt dat er nog eentje tussen zat, maar die zat er niet tussen. En waar ik het vandaag, waar we het dus nu methodologisch meer specifiek over gaan hebben, is over die onderste categorie, de scientometrie. Ja? Ik wil dus waarschuwen tegen die verarming eigenlijk. Mijn volgende plaatje is om u even iets zichtbaar te maken over het probleem waar we het over hebben. Het is al genoemd door Ton daarvoor. Als je de
U moet even kijken naar de impact. Dit zijn de impactfactoren van de 181 tijdschriften die als wiskunde worden gekarakteriseerd. En de 124 tijdschriften die als genetica worden gekarakteriseerd. En als u kijkt naar die onderste, nou dat doet het dus kennelijk niet. Maar als u kijkt naar die x-as, dan ziet u dat de schaal een factor 10 verschilt. De x-as aan de, in de wiskunde is dus veel lager. Dat betekent dat de gemiddelde impact van tijdschriften aan de wiskundekant veel lager is dan aan de genetica kant. Als je dus je afvraagt hoe een universiteit zijn gemiddelde impact zou moeten verhogen, dan zou je dus gewoon de wiskundeafdeling moeten sluiten. Ja. Dus u ziet onmiddellijk dan het probleem van institutionele evaluaties opkomen. Daarbij komt dat al die afgrenzingen ook heel problematisch zijn. Zodra je een beetje anders gaat afgrenzen, het zijn allemaal fusiesets. Dus die staarten lopen door elkaar heen, dan wordt het moeilijk. Om u even te laten zien hoe lastig en hoe verschillend dat is, heb ik het ook wat persoonlijk gemaakt. En heb ik, dat kunt u allemaal zelf, via de Science Citation Index, waar we toegang toe hebben, via de UB. Robert Dijkstal hier, om een of andere reden, maar ik ben niet voor één gat gevangen. Heb ik hier Robert Dijkgraaf door de Science Citation Index gehaald. En ik heb hem even gevraagd of dat oké was. En u ziet, daar komt iets verrassends uit, namelijk dat zijn eerste artikel, en nu doet hij het niet, waarom doet hij het? Ja, in de Lancet zou zijn, dat ziet u dus, dat is niet waar. Dus daar moet even op gecorrigeerd worden. Het volgende plaatje is dus Robert Dijkgraaf. Dat was trouwens zijn meest geciteerde artikel in de Lancet. Ja, dat is een andere R. Dijkgraaf. En u ziet hoe lastig dat is. En dat wordt natuurlijk met name lastig op het moment dat het over Nederlandse namen gaat, zoals Van Schavenzande en dergelijke. U ziet hier, dit kunt u automatisch laten draaien door de Science Citation Index. Als je dat doet voor de twee heren die mij oorspronkelijk hier hadden uitgenodigd, namelijk Robert Dijkgraaf en Abraham de Zwaan, die ze laten excuseren, en mijzelf, dat heb ik dan maar even gedaan, dan kom ik op dit grafiekje uit. Dat klinkt alsof ik heel pretentieus ben. Ik schrijf veel, maar ik word veel minder geciteerd dan. De P staat voor publicatie, de C voor citatie over publicatie. En u ziet hier een typisch patroon voor een natuurwetenschapper. Een hecht patroon. Hij schrijft niet zoveel, maar wat hij schrijft wordt ook goed geciteerd. Ik ben zelf het typische voorbeeld van een sociale wetenschapper. Ik schrijf veel, maar daardoor loopt die P enorm op. En ik word ook wel behoorlijk geciteerd, ongeveer de helft van de keren dat Robert Dijkgraaf wordt geciteerd. Maar doordat die P zo hoog is, zit ik hier veel lager. En dan hebben we hier nog een interessant geval, dat was mijn tweede. Ik denk dat hij dat wel kan hebben. Dat is Bram de Zwaan. Die schrijft dus niet in de Science Citation Index, die schrijft van die mooie boeken. Ja, die er niet in zitten. En die schrijft ook in Nederlandse tijdschriften. En die komt dus hier helemaal niet tot zijn recht. De kwaliteit van hem. Ik heb voor de goede orde, ik zal er niet op ingaan, die H-indexen er ook nog bij gezet. En dan zie je iets soortgelijks. Hier heeft u nog even de waarde, maar daar ging het me eigenlijk nu niet om. En wat ik nu behandeld heb zijn dus tweeërlei. De theoretische problemen met het meten van kwaliteit. Welke kwaliteitsmaatstaven handhaven we? En het methodologische probleem in verband met de heterogeniteit van de set. En dat methodologische probleem, dat heb ik nu behandeld eigenlijk vanuit een statisch perspectief. Van dat op ieder moment in de tijd wiskunde en genetica zo verschillend zijn. Maar ook dynamisch is het heel verschillend. In sommige vakgebieden wordt veel langzamer geciteerd dan in andere vakgebieden. En daar liggen ook enorme problemen. Bovendien heb je ook nog het probleem dat bijvoorbeeld de review-artikelen die we belangrijk vinden een veel langere halfwaardetijd hebben dan bijvoorbeeld lettersartikelen. Physics letters of zo gaat veel korter mee. Dus je hebt continu te maken met enorme heterogeniteit van de set en elke afbakening is nauwelijks te rechtvaardigen zodra je er nader naar gaat kijken. Ik kom dan tot mijn derde punt. Dat is van Juvenalis, zoals u nu ziet. Quis custodiet custodes. En daar vraag ik mij eigenlijk af. In Nederland hebben we bijvoorbeeld NWO, dat dan de organisatie is die dan dat overzicht doet. En zoals u weet,
En een van de stichtingen van NWO heeft ons recent toegang gegeven tot zijn files. En daardoor ben ik daarmee bezig, maar het is prematuur om de resultaten hier te melden. Je kunt dus kijken naar de aanvragers. Je hebt afwijzingen, je hebt ook mensen die helemaal niet aanvragen, die zo gefrustreerd zijn over NWO dat ze ermee opgehouden zijn. En wat er uitkomt zijn kilo-euro's, dat zijn subsidies. En daar kun je je natuurlijk afvragen, hoe zit dat dan? Want al die mensen hebben citatie- en publicatiescores. En is er een verband tussen of mensen die gelden krijgen en hun citatie- en publicatiescores? Dat wordt nog ingewikkelder op het moment dat je realiseert dat in die councils ook mensen zitten met citatie- en publicatiescores en met vriendenkringen en met hun eigen lokale bias, die natuurlijk naar beste vermogen daar aan het werk zijn. Maar het is niet anders. Het is zo, en dat is al in 1997 in Nature gepubliceerd. Het heet Nepotism and Sexism in Peer Review. Het werkt niet. En sindsdien is dat vaak herhaald. Het is in een medische research council in Zweden gedaan, waar men voor het eerst, vanwege de wet openbaarheid bestuursinformatie, onze wet gaat niet zo ver, maar wij hebben toevallig nu die gegevens gekregen. In de first ever analysis of peer review, dat is de conclusie, scores for postdoctoral fellowship applications, the system is revealed as being riddled with prejudice. The policy of secrecy and evaluation must be abandoned, dat is de beleidsaanbeveling. Je moet dat helder maken, je moet dat kristalhelder maken te proberen. Ik kom dan tot mijn conclusies. Laat ik nog met het voorgaande zeggen, we noemen het in Nederland, we noemen het dus ook dat er old boys networks ontstaan. En het Nederlandse systeem, door de kleine schaal waarop wij opereren en doordat iedereen elkaar kent, poldert het al helemaal snel dicht. Ja, conclusies. Oh, ook dat had ik in twee keer willen hebben. Maar het is kennelijk een andere versie van de PowerPoint. Mijn eerste punt, de eenheid van analyse. Waarvan willen we de kwaliteit verbeteren? Past het meetinstrument bij die eenheid? Ja, en daar kom ik zo dadelijk in die beleidsimplicatie nog even op terug. De tijdsperiode, over welke periode. Welke periode je ook kiest, je benadeelt sommigen en je bevordert anderen. Mijn twee beleidsimplicaties gaan niet af op lokale beoordelingen. Want in lokale beoordelingen is het onmogelijk om die twee aspecten, namelijk de internationale wetenschapsontwikkelingen en het lokale wetenschapsbedrijf, uit elkaar te houden. Hoe te goede trouw mensen ook zijn. Ja, op een of andere manier moeten zij met die spanning worstelen en moeten ze daar keuzes over maken. En dat doen ze op basis van hun ruggenmerg, want het is niet zo makkelijk om dat uit elkaar te krijgen. En mijn laatste beleidsimplicatie, als je de kwaliteit van mensen, en dan heb ik het dus over een specifieke eenheid van analyse, wil verbeteren, dan moet je personeelsbeleid voeren. Dankjewel. Ook weer een heel heldere boodschap. En we snappen nu allemaal waarom Bram hier niet is. nee, maar... Min of meer mijn excuses maken. Precies. Ik wil zo de zaal uitnodigen hier op te reageren. Ik heb toch even één vraagje om misschien als aftrap. Toch een soort dilemma wat ik uit deze discussie zie opkomen, is dat die cijfers eigenlijk beter te vertrouwen zijn naarmate we meer begrijpen over welk en hoe homogener het onderwerp is, hoe meer we begrijpen over het vakgebied waar we het over hebben, waar dus die cultuurkloven niet zijn. Maar ja, dat is ook dan vaak het gebied waar je die cijfers misschien minder nodig hebt. En mijn eigen ervaring is dat mensen vaak op cijfers, naar cijfers grijpen, juist als ze zich geen voorstelling kunnen maken van een bepaald wetenschapsgebied, als ze appels met peren moeten vergelijken. En dan die cultuur niet kennen, dan wordt juist naar die cijfers gegrepen. Dus dat lijkt me een soort dilemma, want ik begreep ook, Ton, jouw analyse, dat door dat eigenlijk fijn af te stellen, je uiteindelijk een instrument hebt gemaakt waar je van vertrouwt, zodat het in dat specifieke wetenschapsdomein werkt. Maar dat is dus onder de aanname dat je alle parameters weet. Dat doet mij denken aan een vakgroepsvergadering die we ooit bij de vakgroep wiskunde hebben gehad, die begon met iemand schreef een formule op het bord. Dat was namelijk de formule die had de vakgroepsvoorzitter afgeleid hoe het college van bestuur onze instituut betaalde. Daar zat het variabele in, het aantal studenten, et cetera. En toen gingen we een kwartier naar die formule zitten staren. Toen zagen we dat er allerlei manieren waren om nog meer geld te krijgen. Maar natuurlijk op het moment dat die formule bekend is, verdwijnt het effect. Dus ik heb hier tegelijkertijd ook het punt van, als je de formule hebt
opgeschreven. Is het niet zo dat mensen dan gebruikmakend van die formule het systeem eigenlijk weer kunnen bedriegen of in ieder geval daar weer gebruik van kunnen maken? Dat zijn institutionele incentives, noemen we dat. Precies. Ja, ja. Soms dat wordt het perverse effect genoemd. Ja. Ja. Maar even het dilemma van dichtbij, veraf, cijfers versus... Ja. Het is evident dat als je in een klein wetenschapsveld een groep mensen bij elkaar zet die dat wetenschapsveld goed kennen, dat je snel intuïtieve oordelen krijgt en dat die intuïtieve oordelen, als je die groep maar breed genoeg maakt, niet zo ver afliggen van de effecten van zo'n citatieanalyse. Het grote probleem is natuurlijk dat de vakgebieden zo diffuus zijn geworden en dat het eigenlijk heel onmogelijk is om een groep mensen bij elkaar te zetten die alleen maar vanuit dat enge vakgebied redeneren. En in onze school hebben we natuurlijk precies het andersom het probleem, dat je zo'n grote breedte aan vakgebieden hebt, dat er allerlei intuïtieve oordelen zijn over elkaar, die je op een manier eerlijker voor het voetlicht moet brengen. En door dat te doen op deze manier hebben we een heleboel vooroordeel in ieder geval expliciet gemaakt en ook misschien perverse effecten uitgelokt, maar een hele grote strategische discussie teweeg gebracht binnen de onderzoeksgebieden. Het is interessant dat die discussie het meest vanzelfsprekend wordt gevoerd in de economie en al heel lang wordt gevoerd in de economie. En dat het mij tot op de dag van vandaag de grootste moeite kost om de antropologen zover te krijgen om op deze manier strategisch na te denken. En het is ook interessant dat het vooral de senioren zijn die zeer dwars liggen en dat het de postdocs en de promovendi zijn die buitengewoon strategisch gebruik maken van dit systeem en inderdaad elementen laten zien van wat je dus pervers gedrag kan noemen. Dingen doen die heel veel punten opleveren. Wat is jouw kijk daarop? Want je hebt een hoop punten aangeraakt van kritiek. Maar er is natuurlijk ook het praktische punt van uiteindelijk het geld moet veroordeeld, moet verdeeld worden. Er moeten beoordelingen komen. Ik zit daar gelukkig niet in. Ja, zou ik haast bijna zeggen. Maar bijvoorbeeld doe ik dat ook. Ik zal een voorbeeld geven. Als ik een AJO heb, dan probeer ik het eerste jaar met die AJO samen een publicatie in een ASI-tijdschrift te krijgen. Daarmee is dat project geregeld voor de omgeving, zal ik maar zeggen. Immuun gemaakt voor kritiek. Dat zijn wel dingen die dus je doet. Dus het roept wel bepaald type gedrag uit. Het roept type gedrag uit, ja. Dat is, en ik denk dat het wat dat betreft voor ons van belang is om als universitaire gemeenschap bepaalde standaarden, dus ook te zeggen dat we bepaalde dingen niet willen en bepaalde dingen wel willen, en die de politieke discussie wel te voeren met elkaar. Ja. Maar dat is natuurlijk in de buitenwereld, viel op dat vaak in de buitenwereld, buiten de wetenschap, jaloers wordt gekeken naar de prachtige cijfers die wij hebben om kwaliteit te beoordelen. Net al van in de kunst bijvoorbeeld wordt altijd panels beoordelen en denken van, hadden we maar jullie citatiescore, dan zouden we niet zo afhankelijk zijn van die subjectieve mening van panels. En de buitenwereld is niet altijd even doordrongen van de punten die hier naar boven komen. Ja, wat je moet proberen te formeren aan de universiteit is een goed onderzoeksklimaat. Dat is alles wat je kan doen. Ja, en dat de buitenwereld dan altijd blijft zeggen dat het een ivoren toren is en dergelijke. En dat men dingen niet, dat men dan gaat, allerlei dingen gaat roepen vanuit Den Haag. Ja, ik zit daar niet zo mee. Ja. Maar stimuleer strategische discussies hierover. Stimuleer ze met name onder je aankomende wetenschappers. En zorg ervoor dat iedereen ervan doordrongen is dat het basically een politiek proces is. En dat de Amerikanen dominant zijn. Ja. Ja, dat, ik denk dat we ons dat ook altijd even moeten realiseren. Het is verstandig om je zo snel mogelijk aan te passen aan Amerikaanse denkwijze. Ik zie ook wat jonge mensen in de zaal en ook wat ouderen. Dus ik wil nu graag de zaal bij de discussie betrekken. Wacht even op de microfoon. Zeg even duidelijk wie u bent. En stel dan de vraag, waar komt de microfoon? Komt u eraan, de loopmicrofoon? Ja. Karel, jij wilt de vraag. Karel van Wolfelen, collega van Robert. Wordt het niet tijd om dit hele stelsel af te schaffen en iets beters te verzinnen? Want als ik het zo beluister, dan hoor ik door met al uw problemen en de vertekeningen enzovoort, dit is een
een voortschrijdende bureaucratisering van allerlei kennisgebieden. En zowel peer review als citatenindex werken natuurlijk onvermijdelijk orthodoxieën in de hand. Je ziet het in economie heel erg sterk. Ik kan allerlei voorbeelden noemen. En er zal toch bij een van u, bij u beiden, toch wel eens in het achterhoofd de gedachte zijn opgekomen van, hé, ik heb eigenlijk een veel beter idee om dit allemaal te vervangen met iets beters. Ja, als ik mag antwoorden. Ik ben het met u eens. Ik zou met name, denk ik, dat NWO geheel is dichtgeslipt. Dat daar zitten natuurlijk evaluatoren op, maar die zijn allemaal in contractverhoudingen met NWO. Dus die zijn voornamelijk geïnteresseerd in het volgende opdracht. Dus die komen altijd. Ik doe toevallig net iets voor NWO en daar komt het toch ook echt heel erg duidelijk uit. In de eerste geldstroom, ik heb dat echt geëist, dat ik onafhankelijk onderzoeker. Daar werd mij ook gevraagd van, wat is dan je advies? Nou, ik zei, ophouden daarmee. Niet dat gereis, dat ge met elkaar beoordelen en zo. Vooral op die kleine schaal van Nederland. Ik denk dat je daar heel veel kunt afschaffen. Ik denk dat de MUP ook veel kwaad gedaan heeft. Dat we daardoor ook zo'n hele bestuurslaag hebben gekregen die losgezongen is van, ja, ik heb het natuurlijk heerlijk, ik zit niet in al dat bestuur, ik hoef daar me niet meer mee bezig te houden. Vroeger bij de WUP moest dat wel. Maar een UAD is tegenwoordig een zalige positie. Ik denk dat het onverstandig is dat die professionaliteit niet tot zijn recht komt in de besluitvormingsstructuren. Dat we veel meer naar processen van zelforganisatie aan de basis moeten toevertrouwen. We moeten veel meer vertrouwen dat mensen zelfreinigende mechanismen hebben. Ik zie dat ook om me heen. Ik zie in mijn eigen afdeling dat mensen die niet goed functioneren in het onderzoek de positie mogelijkheid krijgen om toegevoegd docent te worden. Dat zijn uitwegen. Ik denk met name dat je mensen in hun carrière moet begeleiden. Ergens rond hun 40ste of ze verder gaan of niet verder gaan met wetenschap. Of ze uit willen stromen of niet. Dat je dat soort, naar dat soort mechanismen toe moet en dat je hier eigenlijk mee moet ophouden. Ik wil één ding zeggen, dat werd al even genoemd, van dat jonge mensen soms wat sympathieker staan tegenover die harde cijfers. Want ik heb het zelf ook wel ervaren, dat soms heb je een cultuur die heel erg dichtgesmeerd zit. En als je dan gewoon, als uiteindelijk de cijfermatige evaluatie van je instituut komt, en dan blijken er ineens op de gang een paar jonge honden te zitten die cijfers enorm kunnen opkrikken. Ja. Dat zet ze wel op de kaart. Ja. En dus misschien kun je eruit. Ik ben het er geheel mee oneens. Ik denk dat het verstandig is om de heilige koe van de easy onderuit te halen en daarmee dus die sterke Amerikaanse dominantie en die commerciële dominantie van wetenschapsmeting puur gericht alleen maar op tijdschriften. Dat hebben wij gedaan. We hebben het verbreed, we hebben het eerlijker en we hebben het mondialer gemaakt. Om dan de volgende stap te zetten van schaf alles maar af, dat brengt je terug naar hoe er 30 jaar geleden wetenschap werd bedreven in Nederland. En er werd net al gezegd, ik ben in 1976 begonnen. Als je een vergelijking zou kunnen maken van de productiviteit en kwaliteit in dezelfde discipline die ik goed ken 30 jaar geleden, dan durf ik te zeggen dat het inmiddels 5 keer zo goed is. Dat het ontzettend veel strategischer gebeurt. Dat er veel bewuster omgegaan wordt met al dat geld wat er in wetenschap wordt gestopt. En daar heb je één of andere vorm van meten voor nodig. Nou, dat moet je dan wel doen op een manier die recht doet aan die grote diversiteit aan productie en die grote diversiteit aan culturen. Om het af te schaffen en dan te vervangen door iets heel diffuus. Dat was ook het pleidooi van Abraham de Zwaan een tijd geleden. Stop een groep wijze mensen bij elkaar en die komen er wel uit met elkaar. Ik geloof daar niks van. Mag ik nog één ding daartegen zeggen? Ja. Ten eerste wil ik opmerken dat de Easy, in tegenstelling tot andere databestanden, enorm zijn best heeft gedaan om kwaliteit te handhaven tegen de druk van grote uitgevers zoals Elsevier in. Elsevier is met een eigen systeem gekomen, Scopus. Ja. Dat anti-Amerikanisme moeten we zeker niet hebben. Ja, die Amerikanen doen hun best om iets vers te doen. Ik had nog een tweede punt, maar ik ben het even kwijt. Ja, het gaat mij ook niet zozeer om het anti-Amerikanisme. Daar gebeuren natuurlijk prachtige dingen. Oh ja, een tweede punt. Waar het mij om gaat, is dat je als je kijkt, als je een analyse doet van
al die tijdschriften die bij ons C- en D-kwalificaties krijgen. Laten we maar even inzoomen op de C-kwalificaties. Gerefereerde tijdschriften. En je kijkt naar de breedte mondiaal. En je ziet wie er allemaal, welke niet in de easy-lijsten staan. En dus niet meetellen bij dit soort verhalen. Dan is het een zeer grote bias zit erin. En natuurlijk doen ze hun best om een grotere breedte binnen te halen. Maar in de sociale wetenschappen zijn ze daar nog lang niet in geslaagd. En als je dan kijkt naar de enorme veranderingen die in India in de wetenschap gaande zijn en hoe ontzettend weinig Indiaanse tijdschriften in de easy-lijsten zitten, om maar wat te noemen. Terwijl ze er wel degelijk zijn. En terwijl ze wel degelijk in India zelf grote impact hebben en ook soms daarbuiten. Nou, dan moet je dus een systeem ontwikkelen dat je aan die nadelen tegemoet komt. De UNESCO heeft dat geprobeerd, heeft enorme druk op de ISI, heeft zelfs miljoenen aangeboden en ik vind het bewonderenswaardig dat ISI dat heeft weerstaan. Ja, om dat soort lobby's, dat moeten we niet hebben. Dat Indiaanse tijdschriften binnengezeild worden omdat er geld wordt gesmeerd. Er zijn natuurlijk misstanden aan de gang. Er is ook binnen die tijdschriftenset iets heel raars aan de gang. Want iedereen wil natuurlijk in Nature and Science publiceren. Ik natuurlijk ook. Jij ook. Ja, maar hooggespecialiseerde tijdschriften. Ik publiceer ook in de International Journal for the Computation of Anticipatory Systems. En dat is echt fantastisch. Daar communiceren we met elkaar op een hoog niveau. En dat zit niet in de ICI-database. Iedereen heeft die ervaring. En soms zit een tijdschrift wat je buitengewoon aan het hart ligt, wel in de ICI-database, maar zit daar heel laag in. Zit daar met een hele lage impact in. Want sommige tijdschriften zijn nu eenmaal centraler dan andere. Dus ik denk eigenlijk dat publicaties in die set al voldoende zijn. Publicatie is meer een indicator van productie dan citatie. Citatie is meer een indicator van of het ook circuleert, of er ook allerlei mensen op aan kunnen sluiten. Dus het is meer een diffusie-indicator dan een productie-indicator. Publicatie in die set is al een enorme prestatie, zoals je ook terecht hebt opgemerkt. Ik denk dat we... De top komt er toch altijd wel uit. De echte goeie, dat weet ook iedereen op de gang, zal ik maar zeggen. De onderkant is altijd het probleem. En in het midden is het bijna ondoenlijk. Ik heb even een paar punten nog. Dus die noemde dus twee voorbeelden. Wiskundigen publiceren nooit in Nature and Science, want die kunnen daar hun formules eigenlijk niet kwijt. Dat weet ook bijna niemand, dus dan moet je enorm veel uitleggen. Een ander punt is, dat vind ik ook wel interessant, dat er zeker in mijn eigen vakgebied, hoge energie theoretische fysica, is er een enorme afkeer van wetenschappelijke uitgevers. En is er een soort rebellie dat men eigenlijk alleen maar op internet publiceert. Ja. Ja. En ik heb een aantal van mijn beste artikelen, meest geciteerde artikelen, staan niet in een tijdschrift. Dat jonge mensen wordt dat nog niet aangeraden te doen, omdat ze uiteindelijk in die malle molen van de evaluatie terechtkomen. Ja. Maar ja, dit is ook iets wat je mee moet rekenen. Gewoon dwarsigheid van wetenschappers. Ja. Is dat een soort suicidaal gedrag? Of, nou, ik publiceer mijn boek ook op het internet via een internetuitgeverij. Zodat ze als PDF beschikbaar zijn en print on demand. Ook omdat ik heb opgegeven om allerlei referee-commentaren te hebben waar ik niks mee kan. Terwijl het bestaat voor een groot deel uit compilaties van artikelen die al lang gerefereerd zijn. Enzovoorts. Maar dat heb ik ook wel me bij gerealiseerd. Dat kan ik me permitteren. Ja, iemand die jong is, moet dat niet doen. Kan dat in jullie onderzoeksschool? Je ziet onder de senioren heel erg een houding van je kunt me wat. Wij doen gewoon wat wij belangrijk vinden. Ja. Die hele easy-lijsten, dat vinden we volstrekt voor ons irrelevant. Het zijn juist de jongeren die zich daar erg op oriënteren. En zoals je net ook zegt, het is inderdaad suïcidaal voor ze. Gezien de aard van de evaluaties, evaluatiecultuur die in Nederland en elders is opgebouwd. Als je je daar niet serieus in verdiept. Ja. Wij zitten in een domein, in die brede sociale wetenschappen, waar 5 jaar geleden een groot aantal van mijn collega's, ook senior collega's, nog nooit van ISI had gehoord. Waar dus wat voor jou dagelijks werk is, voor hen een totaal vreemde cultuur is. Wij zitten in een cultuur waar een behoorlijk aantal mensen vindt dat het schrijven van een boek zoveel meer bevrediging geeft dan een tijdschriftartikel wat toch niemand leest. Zo wordt er over gesproken. Nou, die verschillende culturen bij elkaar brengen, dat is een grote uitdaging. En ik zie inderdaad steeds meer rebelliegedrag.
maar wel van de mensen die het zich kunnen veroorloven en van de groep mensen die toch niet aan de bak komen. En daar kom ik weer terug op mijn Indiase voorbeelden. Ik kan ook het voorbeeld van Afrikaanse collega's geven. Er was laatst een grote conferentie van alle bibliothecarissen en wetenschappelijke documentalisten van Afrikaanse universiteiten. Die zeiden, we moeten leapfroggen. We moeten meteen naar de virtuele wereld toe. Wij moeten alles wat in Afrika gepubliceerd wordt, moeten wij meteen op het internet transparant voor iedereen beschikbaar maken. En vergeet die tijdschriften, want we komen er toch niet in. Maar we hebben natuurlijk ook met de Aziaten te maken. De Chinezen zetten in vele universiteiten premies van zo'n $1,000 op elk artikel wat je publiceert in een ISI-gerankt tijdschrift. In Korea, er zijn uitgeverijen, heb ik me laten vertellen, niet de eerste, de beste Britse uitgeverijen, die acties ondernemen om hun tijdschriften hoger te krijgen in de rankings, door mensen te stimuleren. Niet zozeer om het eigen tijdschrift, dat is altijd het verhaal dat je het terugkrijgt met de vraag of je wat meer wil citeren uit de... Nee, je moet wat meer citeren uit de pool van tijdschriften die tot die uitgeverij behoort. Ja. In Korea gaan sommige uitgeverijen zover om mensen die in een ander tijdschrift citeren uit een tijdschrift van hun, daarvoor een voucher te geven. Ja. Dit systeem is natuurlijk aan het kraken door dit soort praktijken. Ja. Door de enorme belangen die hier vanuit carrièreperspectieven met name... Maar ik denk dat als je jong bent, dat je er niet aan ontkomt om je daar goed op te oriënteren. Dan heb ik nog een belangrijke tip voor de jonge mensen onder ons. Dat heb ik ook geleidelijk aan in mijn carrière moeten... De echte elite zit in de American Societies, wordt lid van de American Society. Ja. Ik wil toch een vraag. Wacht even. Ik ben Jaap Overbeek, ik werk voor de bestuurstaf. Ik heb een vraag voor Ton Dietz. Dat gaat over de maatschappelijke relevantie van onderzoek. Daar oriënteert CERA zich op. Publicaties voor buiten de wetenschap worden ook meegeteld, heb ik gezien in het systeem. Maar kunnen wetenschappers dat goed beoordelen eigenlijk? En als ik heb nog een vraag, dat is voor de Leidershof, als ik het gelijk mag stellen. U refereert aan goed onderzoeksklimaat, dat is belangrijk. U zegt ook, personeelsbeleid is ontzettend belangrijk. Maar hoe kan je dat dan meten? Wat is dan een goed onderzoeksklimaat? En voor goed personeelsbeleid moet je toch weten hoe goed je mensen zijn. Ja. Eerste relevantie. Ja. Wij maken het inderdaad zichtbaar wat mensen aan output hebben voor wat meer populariserende tijdschriften of vaktijdschriften aan de ene kant, maar vooral ook wat ze aan opdrachtonderzoek doen in de rapportensfeer. Er zijn talloze onderzoeksscholen waarbij dat dus gewoon helemaal niet meetelt, waarbij dat eigenlijk nul producten zijn. Wij vinden dat dat wel degelijk producten zijn die een bepaalde waarde krijgen. Niet een hele hoge waarde, maar ze krijgen een waarde. Als je kijkt naar de profielen van mensen, instituten, de school als geheel, dan zie je ook duidelijk dat er wat aan de hand is op dat punt. Er zijn duidelijk wetenschapsvelden die zich veel meer oriënteren op die buitenmarkt dan andere wetenschapsvelden. Waar je naar vraagt, is de vraag die volgt op output, en dat is effect. En vervolgens, effect hoort impact te sorteren. Daar gaat dit hele systeem van ons niet over, en er is, voor zover ik weet, nog geen alternatief systeem zoals citaties iets zeggen over het effect, soms ook zeggen ze impact, van in de wetenschappelijke wereld, is er nog niet zoiets als het effect of de impact meten van dingen die je doet voor maatschappelijke relevantie. In NWO-kringen zijn ze daar nu driftig naar op zoek, omdat in toenemende mate je wordt mede beoordeeld op het verwachte effect, het verwachte maatschappelijke effect, of valorisatie-effect, of hoe je het ook noemt, van je wetenschappelijk werk. Kunnen wetenschappers dat beoordelen? Nee, natuurlijk niet. Dus bij WOTRO is daar nu het verst in aan het gaan. WOTRO is de stichting binnen NWO die zich met ontwikkelingswetenschap bezighoudt. Binnen WOTRO is het zo dat er een aparte maatschappelijke jury is, die bestaat uit gepromoveerden die werken buiten de wetenschap en die elk binnenkomend voorstel nu van tevoren beoordelen op maatschappelijke relevantie. En dat heeft in zekere zin een veto-functie.
Dingen die niet maatschappelijk relevant zijn, komen niet bij WOTRO binnen. Die moeten maar naar MAGW, wordt dan gezegd. Interessant. Tweede vraag. Ja. Het personeelsbeleid. Ja. Misschien heb ik dat te veel benadrukt, maar als je goed onderzoeksbeleid moet natuurlijk ook wel geïnformeerd zijn. Dus je moet het wel even meten. Dat is zo eenvoudig. Ik heb u even laten zien hoe eenvoudig dat is om dat even te doen. Ja, dus je weet al vrij snel, bovendien een onderzoeksschool heeft jaarverslagen enzovoort enzovoort. Men weet bij mij op de gang precies wat de pikorde is. Een goed onderzoeksbeleid daar is niet een individuele kwestie. Ja, en dit is individualiserend. Dit moet ook, ja. Je moet het weten, je moet het als input hebben in het nadenken erover wat je als onderzoeksbeleid moet hebben. Daar zijn geen algemene recepten voor. Maar vaak is het zo dat de problemen niet echt per se geldproblemen zijn. Vaak is het zo dat mensen tegen plafonds aan zitten, gefrustreerd in hun werksituatie zitten, weet ik wat allemaal. Tot mijn stomme verbazing had de faculteit waarin ik toe behoor, bleek mij een jaar geleden, toen ik het nodig had, bedrijfsmaatschappelijk werk afgeschaft. Ja, dat is dus precies de teneur waarvan ik denk dat je dat niet moet doen. Dat is de ene kant ervan, maar dat moet natuurlijk ook inhoudelijk. Ik zit gelukkig in een onderzoeksschool waarvan ik vind dat er een heel goed onderzoeksklimaat bestaat, waar mensen heel competent aan de slag zijn. Ik zie om me heen dat het ook wel elders wel anders is. En ik denk dat je, ik heb daar een aantal elementen van aangegeven. Er zijn bepaalde overgangen in het universitaire stelsel. Ik noemde al de leeftijd zo'n beetje van 40 jaar. Dan wordt toch duidelijk of iemand van UD naar UHD doorstroomt of niet. Nou, als dat niet gebeurt, ontstaat er zo'n stuk frustratie. Ja, dan loopt zo'n, heel gemakkelijk loopt een onderzoeksgroep daar op stuk. Daar moet aan gesmeerd worden. Het probleem met die evaluaties is dat het allemaal van boven komt. Ja? We proberen mensen van bovenaf in te delen. Wat je moet doen in een onderzoeksklimaat is, je moet zat metselen. Je moet er mogelijkheden creëren voor mensen om eens naar een extra congres te gaan, omdat ze zeggen dat dat belangrijk is voor hun carrière. En daarbij lijkt mij, maar dat zou mijn persoonlijke inbreng in dat verhaal zijn, is die koppeling aan Amerika heel belangrijk. Wij bungelen nu eenmaal in Nederland, het is helaas zo, aan die Amerikaanse hiërarchie op een of andere manier. Ja. Misschien nog één ding wat wel interessant is als je dit in een breder Europees kader plaatst. Nederland is de laatste 5 à 10 jaar, ik denk mede dankzij de onderzoeksscholen en de aandacht voor dit soort strategische zaken, heel sterk naar die internationale cultuur toegegroeid. En dat betekent automatisch toegroeien naar de dominantie van Easy en de dominantie van deze manier van kijken, waar op zich dus niks mis mee is. Ik ben betrokken bij de hele grote stappen voorwaarts die nu in Duitsland worden gezet, op weg naar nieuwe graduate schools en top graduate schools daar. Ik moest grote aantallen instituutslijsten beoordelen van wat dan beschouwd werden in een heel vakgebied, en dat waren sociale en culturele wetenschappen samen, als de toppers in Duitsland. Als je die mensen dan naast de meetlat legt, zoals wij die ontwikkeld hebben bij Ceres, dat heb ik gedaan, blijft er dus ontzettend weinig internationale zichtbaarheid over. Ja. Ja? Het grootste deel van wat zij daar als hun beste mensen beschouwen, publiceert nog steeds voornamelijk in het Duits, publiceert voornamelijk boeken, geen tijdschriften en nauwelijks in Easy-tijdschriften. Nou, in die zin zit Nederland veel meer in de richting van een wat meer Angelsaksische cultuur. Dat was 20 jaar geleden niet zo. Er is duidelijk een grote slag gemaakt. En richting Duitsland is het heel interessant, denk ik, om daar vanuit Nederland ook samenwerkingen aan te gaan en daar voor een deel stimulerend in te zijn op weg naar die internationalisering, waar ze in Duitsland met name de jongere wetenschappers omschreeuwen. Met de beters is het beter. Hè, ja. Dit is sociaal-cultureel en dat is natuurlijk mijn oriëntatie vooral. Ja. Misschien nog een laatste vraag. Ja, daar.
Mijn naam is Linda Duits en ik zit bij ASCOR, net als Loet. Zouden jullie iets willen zeggen over de verschillende talen? Want dat is eigenlijk helemaal niet aan bod gekomen. En volgens mij is het binnen ASCOR zo dat Nederlandstalige publicaties lager tellen dan Engelstalige publicaties, waardoor er ook voor mij in ieder geval als promovenda weinig incentive is om in het Nederlands te publiceren, terwijl je wel over Nederlandse problemen schrijft. Beide even kort een reactie op het taalpunt. Het is al eerder aan de orde gekomen, maar... Als je kijkt naar de lijsten van de tijdschriften die in dit soort beoordelingen worden gebruikt, dan is evident dat daar het Engels de voertaal is. Hoewel het niet uitsluitend is. Er zit, dacht ik, één Nederlands tijdschrift, maar dat is dan niet per se Nederlandstalig in de EASY-lijst. Er zijn ook Duitse tijdschriften en zeker ook Franse tijdschriften in. Zonder meer waar. Chinese, Russische. Het probleem is natuurlijk dat er in de wereld allerlei wetenschapslanden aan het opkomen zijn die voor een deel lak hebben aan die Engelse oriëntatie en die in hele andere talen aan het publiceren slaan. Wij hebben in ons systeem gekozen voor een differentiatie niet langs de lijn van talen, wat wel gebeurt in sommige scholen, maar langs de lijn van de al dan niet gerefereerd zijn van de tijdschriften. Als je een Nederlandstalig tijdschrift hebt, en die zijn er, ook in ons vakgebied, waar in het Nederlands gepubliceerd wordt, maar die wel een referentiesysteem hanteren, dan zit het bij ons al snel in een C. En dat is een redelijk goede score voor een tijdschrift. Het is dodelijk voor de sociale wetenschappen in Nederland en contraproductief als het publiceren in het Nederlands onmogelijk wordt gemaakt door dit soort gedrag. Ik denk dat je het wel moet differentiëren voor vakgebieden. Kijk, ik heb me laten vertellen dat het Nederlands Juristenblad toch nog altijd het beste blad is wat je waarin je kunt publiceren als jurist. In Nederland? Dat veel beter is dan... Ik kom zelf natuurlijk uit een geschiedenis waarbij wij wetenschapsdynamica echt hebben opgezet in de jaren 80 als van wij gingen nou eens Engelstalige sociale wetenschappen doen. Dat heeft ons wel windeieren opgelegd, want ze zijn het opgeheven. Ik vind voor communicatiewetenschappen, als ik naar ASCOR kijk, vind ik het verstandig. Verstandig om de promovendi op de lijn te zetten van veel mensen willen toch een postdoc ergens anders en dan tellen die Nederlandse publicaties niet mee. Als je er tijd voor hebt om in het weekend nog eens wat in het Nederlands om te zetten. Vroeger deden we het trouwens wel dat we, toen het Nederlands nog belangrijker was, dat we het ook nog een Nederlandse versie maakten. Dat is niet veel werk als je eenmaal een Engelse versie hebt gemaakt. Dan kun je dat zo toch even in het Nederlands vertalen en dan nog eens ergens. En dat telt het nog als een tweede publicatie. Zij het een C-categorieke publicatie, telt het nog mee. Maar ik zou er niet een speerpunt van maken in je beleid. Ja. In de school hebben we de strategie dat we alle promovendi aanraden om naast hun boek twee publicaties in een gerefereerd internationaal tijdschrift, liefst een EASY tijdschrift, te publiceren. Of in een boek bij een gerenommeerde uitgever een artikel te hebben. Maar wij stimuleren het zeer sterk om minstens tijdens of vlak na je promotietijd één artikel te publiceren in de taal waar je het grootste niet-academische publiek kan boeien. En dat is in ons geval, kan dat het Nederlands zijn, maar het kan ook het Bahasa Indonesia zijn, of het kan het Hindi zijn, of het kan een taal zijn waarin ontwikkelingswetenschappers veel werken. En wij vinden het eigenlijk de eer te na van promovendi als ze dit niet doen. Dus er wordt ook in de sfeer van prestige en status wordt er gezegd, iemand die alleen maar wetenschappelijk publiceert is niet goed voorbereid op die cultuur die er toch aan gaat komen steeds meer van science for impact en science-society interface studies. Je moet dat ook kunnen. Ik wil in ieder geval heel hartelijk danken voor uw aanwezigheid hier en u kunt nog een klein drankje drinken en nog even met de beide sprekers van gedachten wisselen. Nogmaals dank voor jullie bijdrage.